Uitwerking van de Airbus IFAN, examen HAVO 2016, tijdvak 2. Een mooi fotootje van een vliegtuig. Lees eerst even alles door en schrijf op wat de gegevens zijn. Dus druk even op pauze en dan kan ik gewoon verder. Nou, als het goed is heb je opgeschreven dat het twee motoren betreft. Ieder met een vermogen van 4 kilowatt. De spanning voor een motor is 250 volt en de snelheid van een vliegtuig is 32 knopen. Gevraagd wordt om te rekenen kilometer per uur. Ja, even op een rijtje. Twee motoren, vermogen, spanning, snelheid en wat gevraagd wordt in kilometer per uur. Nou, die knopen, dat is dus een aparte eenheid en daarvoor heb je in BINAS een tabel eenheden, tabel 5. Als je daarin kijkt, dan zul je daar inderdaad de eenheid knoop zien. En daar staat hier al, één knoop is 0,514 etcetera meter per seconde. Dus 32 knopen is 32 keer die waarde. En dan heb je dus snelheid in meters per seconde. Maar gevraagd werd het in kilometer per uur. Dus nog wel even meter per seconde, omrekenen naar kilometer per uur. En dat is keer 3,6. En dus kom je op 59 km per uur en je hebt de punten verdiend. Deze twee punten kon je verdienen. Het gebruik van BINAS, het opzoeken wat één knoop is en het completeren van de berekening, inclusief natuurlijk het omrekenen naar kilometer per uur. We gaan verder. Gevraagd de stroomsterkte die iedere accu aan zijn motor levert. Oké, nou, stroomsterkte, wat was het ook weer? Het symbool voor stroomsterkte is I. En wat zie je dan er staan? Ik heb daar een P, een U en een I. Dat schreeuwt gewoon natuurlijk om P is U maal I. Oftewel, I is P gedeeld door U. Dat vul je gewoon in en je komt op 16 ampère. Let wel even goed op, hè, voor die vermogen 4 kilowatt. Dan moet je natuurlijk wel keer 10 tot de macht 3 doen. Hè, die kilo niet vergeten. Punten, weer twee punten, gebruik van de formule. Ja, en ook hier weer gebruik van de formule is niet alleen het opschrijven van de formule, maar ook eenzinnig iets ervoor invullen. En tenslotte berekening, samen twee punten. Goed, de accu, nou, als je maximaal vermogen van die 4 kilowatt levert, kan hij maximaal 1 uur en 10 minuten werken. De massa is gegeven en de energiedichtheid wordt gevraagd. Kortom, vermogen is gegeven, tijd is gegeven, massa is een gegeven en gevraagd de energiedichtheid. Weer een op mijn rijtje. Nou, hier staan ze. Nou, de energiedichtheid in joules per kilogram, wat betekent dat gewoon? Dat betekent dus eigenlijk hoeveel energie zit er in 1 kilogram accu. En de accu is 40 kilogram. Kortom, als ik weet hoeveel energie erin zit, deel ik door 40 en ik weet de energiedichtheid. Nou, dus de energie moet ik hebben. En hoe kun je energie berekenen? Nou, ik weet het vermogen. En vermogen is de energie per seconde. Dus energie is vermogen maal de tijd. Tijd wel in secondes, dus die 1 uur en 10 minuten moet je wel even omrekenen in secondes. Daar staat die 4200. Dat vul je in. Ook hier weer natuurlijk die kilowatt, hè, 10 tot de macht 3. En je komt dus op de totale energie die in de accu zit. Nou, dan nog delen door 40. En dan heb je de energiedichtheid op een presenteerblaadje. Punten. Inzicht dat je E totaal moet delen door massa. Die E is PKT gebruiken en weer alles berekenen. Goed. Ze gaan de motoren niet ieder apart op een accu aansluiten, maar ze doen beide motoren tegelijk en gevraagd wordt van hey, welke van deze drie schakelingen is nu correct? Nou, als je bekijkt, ja, je moet weer kijken van wat er staat. En wat er staat is, in ieder geval, als één motor uitvalt, dan moet de ander wel blijven werken. Denk in huis. Als je één lamp stuk hebt, moet de tv wel blijven werken. Oftewel, je hebt hier te maken met een parallelle schakeling.
En je hebt hier één schakeling waar het in serie staat, oftewel die valt af. Wat verschilt tussen schakeling 2 en 3? Dat is de voeding, de twee accu's. Kijk, bij 2 is de voeding 250 van de een plus 250 van de ander, samen 500 volt. Terwijl bij 3 ze parallel staan en dat is dus gewoon 250 volt. En dus is 3 beter, wat beter. 2 is verschrikkelijk, want bij 2 zou 500 volt over een motor staan en die verbrandt. Dus schakeling 3 is het beste. En de punten staan er weer bij vermeld. Goed, zo'n vliegtuigje kan niet zo lang vliegen. En dus maken ze een hybride ervan. En dit wordt gevraagd. Dus hè, wat zijn de gegevens die hier allemaal staan? En als je die allemaal opschrijft, dan heb je als het goed is opgeschreven dat het op benzine werkt, ja, de brandstof. Dat hij 2,5 uur langer in de lucht kan blijven dan de e-fan. Rendement is 35%. En gevraagd wordt de hoeveelheid benzine. Ja, weer op een rijtje. Hier staat het, de tijd, rendement en gevraagd hoeveel benzine. Nou, allereerst die benzine. Als zoiets wordt gevraagd, pak je meteen Binas, tabel 28b, de stookwaarden. En je ziet dat daar de energiewaarde van benzine, hè, de stookwaarde 33 keer 10 tot de macht 9. Vergeet niet wat hierboven staat, hè? Zonde als je dat zou vergeten. Kortom, stookwaarde benzine 33 keer 10 tot de macht 9 joules per kuub. En dat is dan per liter. En 1 kuub zit op 1000 liters. Dus 1 liter is 1000 keer zo weinig. 33 keer 10 tot de macht 6 joules per liter. Nou, dan weet ik dus hoeveel er in 1 liter zit. Als ik dan weet hoeveel energie ik heb, dan kan ik ook weten hoeveel liter ik nodig heb. En hoeveel energie heb ik eigenlijk nodig gehad? Nou, E is hier weer natuurlijk steeds weer. Ik weet de tijd en het vermogen weet ik ook. Uit de vorige opgaven is dat gegeven. Dus het vermogen is 4,0 kilowatt, maar wel keer 2. Want ik heb 2 motoren. Dus 8 kilowatt in totaal. Keer die 2,5 uur, dat weer in secondes. En ik kom op een totale energie van 7,2 keer 10 tot de macht 7 joules. Hoeveel liter is dat? Dat is dus gedeeld door de stookwaarde, heb ik 2,19 liter. Dit is als de benzine volledig gebruikt zou zijn. Maar dat is niet zo, want slechts 35% van de energie wordt nuttig gebruikt. Kortom, ik heb meer nodig dan die 2,19 liter. Ja, hoeveel heb ik meer nodig? Nou, gedeeld door 0,35, dus ik heb 6,2 liter benzine nodig. De punten. Gebruik van ESPGT met de tijd in secondes. Het rendement. Dat rendement kun je trouwens ook best ook op een andere plek gebruiken. Hoor. Ik heb het nu helemaal op het eind gedaan. Maar je hebt ook bijvoorbeeld bij het energie het rendement aan kunnen gebruiken. Dat is één en hetzelfde. Verbrandingswaarde weer opzoeken van benzine. Hè? Dat is weer zo'n hartstikke mooie inkopper. Ja, benzine gegeven, opzoeken en je hebt weer één punt te pakken. Ja, en tenslotte completeren. En dan is deze vraag weer opgelost. En trouwens, de hele opdracht is opgelost, want dit was de laatste vraag. Bedankt voor het luisteren en tot horens.